Kom eens, kom eens. Ze moeten niet aan mijn dieren komen. Dat is wel gebeurd. Maar dat is ook het minste. De dieren zijn nu alles. Alles, ja. Totaal alles. Wie heeft dit nou gedaan, denkt u? Wie is hier verantwoordelijk voor? Geen idee. Totaal geen idee. Rijnt en Jannie Eckhart hebben in hun leven al veel meegemaakt, maar de diefstal van afgelopen weekend slaat alles. De dieven gingen vandoor met 2 fazanten, 10 kippen en 8 duiven. Ik zeg een 7 of 8, maar misschien zijn er ook wel een stuk of 10, 12. Maar hier zat een heel koppel in. Maar ja, doe maar, dit is nou het enige wat er van over is. En de rest is gestolen? De rest is gestolen. Rijnt en Jannie houden al zo'n 18 jaar dieren in hun tuin. In totaal is er nu 6 keer ingebroken. Maar het is voor het eerst dat de dieren zijn meegenomen. Als ik een beter die anders wil van mij, ja, dan mijn beest. Want de beesten zijn net als je kinderen. De beesten zijn alles voor u? Ja, ja. De kinderen zijn de deur uit, nou dan beginnen we weer met andere kinderen. En dan met 2 pootjes af, hoe je het ook noemen wil. Maar ook die zijn nu de deur uit? Die zijn ook de deur uit. Het volkstuincomplex wordt steeds vaker bezocht door vandalen en inbrekers. Tijd voor actie, zou je zeggen. Men is wel wat waakzamer. Dus de huurders die zijn, letten veel meer op wat er allemaal gebeurt. En het is ook zo dat we met de politie een afspraak hebben dat er regelmatig wordt gesurveilleerd. Ook vooral 's avonds en 's nachts. Maar ja, ik bedoel, dat is natuurlijk altijd wel een mogelijkheid om wat rottigheid uit te halen. Rijnt en Jannie Eckhart hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De kans dat ze hun dieren ooit nog terugzien lijkt uitgesloten. Hoe nu verder? Ja. Eerst dit verwerken. En dan, zien tegen, misschien tegen het voorjaar weer wat nieuwe dieren erbij aanschaffen of zo. Maar opgeven doe ik het niet. De persoon die krijgt me niet klein.